Goedemiddag allemaal. Welkom bij de feestelijke onthulling van het project De Gouden Leeuw. We staan hier vandaag bij het allereerste project waarvan we hebben gezegd we willen echt een stukje geschiedenis en cultuur willen we terughalen naar Almelo. En ik denk dat het redelijk en heel goed gelukt is zelfs. Ik vond het heel leuk om te doen, want je doet het niet zo vaak in Almelo. En ja, het is leuk om hier aan mee te werken. Dus de volgende keer kunnen we je weer bellen. Ja. Goed zo. Ik word hier heel erg blij van. Ik ben nu iets meer als IH-wethouder en heel langzamerhand begin ik steeds meer gezichten te herkennen van de mensen die ik bij dit soort dingen tegenkom. En dan hebben we hele mooie muurgedichten en we hebben nou een hele mooie muurschildering en we hebben hele mooie schilderingen in een tunnel ook al. En wat ik hier mooi vind is dat geschiedenis, cultuur en jeugdwerk samenkomen. En dat dat samenkomt rond het initiatief van een aantal vrijwilligers en sponsoren die bereid zijn om dat samen te doen. En ik denk dat we zo Almelo steeds weer een beetje mooier kunnen maken door samen telkens iets toe te voegen. En het zijn misschien kleine stapjes, maar het zijn wel heel erg mooie stapjes. Dus ik vind het echt hartstikke mooi dat dit nu op deze plek wordt onthuld wordt. 1, 2, 3. Ja! Ja. Heb je dat zo kunnen realiseren? Daadwerkelijke muurschildering uiteindelijk met veel pijn en moeite. trial and error eigenlijk, veel proberen en uiteindelijk dan van een afstandje kijken of het goed lukt. We hebben dus inderdaad ook met de jongerenwerker Joris Vaanwijk samengewerkt en hij heeft ook een beetje het oog in het zeil gehouden of het allemaal wel ter proportie zeg maar erop kwam. Ik hoorde al jou zeggen van het is echt de eerste keer dat je van laag naar hoog een schilderij op een muur brengt. Vond je het spannend om dat te doen zo? Ik heb er niet te veel bij stilgestaan. En waarschijnlijk beter ook, maar ik ben er gewoon voor gegaan. Ik heb tegen mezelf gezegd, kom wel goed, gewoon erop zetten. Het is niet de eerste schildering die ik maak, wel de eerste die zo hoog is inderdaad. Maar door niet te veel bij stil te staan is het vanzelf goed gekomen. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, wij zijn benaderd door Centrum Almelo Actief, omdat wij bij de Schelvorstunnel ook al een mooie schildering hebben gemaakt met 60 jeugdigen. Er waren ook al plannen om voor de Heraclestunnel ook een muurschildering te gaan maken. Daar zijn we ook druk mee bezig. Op een gegeven moment is mij gevraagd van kunnen jullie in de binnenstad ook nog een aantal mooie muurschilderingen maken. Die dan ook weer een stukje herleiden naar de geschiedenis van Almelo. Nou, dat hebben we gedaan. Een jaar geleden hebben we om tafel gezeten. En ben ik samen met Ernst Kok van Stichting Muurgedichten subsidies gaan aanvragen. Bij verschillende fondsen. Nou, toen we het geld bij elkaar hadden om te kunnen uitvoeren, toen hebben wij de jeugd uitgenodigd. En uiteindelijk is dit het resultaat geworden waar wij ontzettend trots op zijn. Heel erg mooi. En ik hoop dat er nog meer van die mooie schilderingen volgen. Wij zijn zeer positief gestemd en wij denken ook dat het goed gaat komen. Wij gaan nu weer verder met het aanvragen van nieuwe subsidies. Het volgende project is overigens de kerkengang. Dat is de gang naar het Wevershuisje, waar wij ook weer een stukje geschiedenis gaan vertellen. En ook weer uitvoering doen samen met de jeugd.